Oh. Oh jee, red alert. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu Answer. Nou ja, spelen Fortress Craft Evolved. 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 Bliep, bliep, bliep. Piepiew. En vandaag een nieuwe aflevering. Zwing, zwing, woonk. En vandaag gaan we weer terug. Met geluidseffecten. Ja, want er zit geen, als je op die turrets mikt, dan laten ze zo zien tot hoe ver ze kunnen schieten. En dat maakt geen geluid. Maar dat vind ik dat het wel gewoon... Onze turrets op onze vorige aflevering gemaakt, de energiering. War effort. Yep. Die moeten we maar eens to the test putten deze keer. Die we have to put it to the test, if you know what I mean. nice. En om dat te doen, even kijken, we hebben sowieso de threat scanner. Die staat hier. En de threat is nu 140. 40. De next attack is over 1600 28. Seconden. Dat is iets minder dan een half uur. Hé, hey, wat cool dat hij dat... Bij mij zegt hij 28 minuten. Bij jou zegt het in secondes. Cool. Ja, ik heb... ik moet het... Bij mij gaat hij ervan uit dat ik kan hoofdrekenen. Dat is een beetje gevaarlijk aannemen. Maar volgens mij, dat duurt een beetje lang. Maar wat we kunnen doen... Oké, dat was bijna handig. Is het laboratorium is klaar met de Advanced Logistics. Dat gaan we een ander keertje even kijken wat we er allemaal van krijgen. Maar als we die nou aan... Als we dat nou collecten... Dan kunnen we de Intermediate Mining Upgrade opzetten. Start project. En dan gaat die enorm veel stroom trekken. En dan, dan gaan moeten we ook die... maar eens wat complexe experimental pots gaan maken. Kijk eens aan. Want jij hebt die... hoe heet dit? Die threat reducers heb je uitgezet. Heb je weggehaald. En daardoor gaan nu... Gaan dus al die uitstootgassen gaan aan de gang. Het ziet er ook wel echt intimiderend uit. Die aliens die moeten ons nu wel zien. Yep. Lekker stoken. Wat was je nou net? 140 of zo, toch? 150 die threat? Oh, toch is hij nu nog 131. Wop. Oh ja, maar waarschijnlijk gaat hij zo meteen echt keihard omhoog. Want nu is hij nog 1600. Ja, waarschijnlijk wel. Gokje hoor, gokje. Laten we ondertussen heel even kijken wat er gekomen is van die workflow excavator die we aan het einde van de vorige aflevering hebben aangezet. Dat is deze kant op. Hij is nog steeds bezig zo te zien. Oh ja, oké. Het is... Wat? Het lijkt alleen, het lijkt alsof hij het niet helemaal goed doet. Wat doet hij? Alsof hij juist wel echt een cirkel aan het, hij is een cirkel aan het graven, dat kun je wel zien. Je hebt af en toe een beetje het idee dat hij een paar blokken mist of zo. Ja, maar misschien komt dat hij, kijk, als hij nou dit blok, dit het blok dat hier staat, daar kan hij niet bij, omdat dan zou hij hier doorheen moeten schieten. En dat kan niet. Ja, misschien wel. Zo, als hij kan vanaf, ook zijn dat als het, vanaf hier daarheen moet schieten, dan kan je dat, ja, ik kan het wel. Moet ik bukken? Kun je bukken in het spel? Volgens mij niet, hè? Nope. Nee. Heb ik het kapot gemaakt? Nee, oké. Maar volgens mij kan je... Ja, ik weet niet. Misschien kan hij daarom niet bij, maar dat zou er niet verklaren. Oké, en dat zou ook verklaren waarom die... Want hier doet hij het... Ja, hier doet hij het wel een beetje raar. Hebben we dit gat gemaakt? Volgens mij niet. Nou, ik denk dat het misschien ook te maken mee kan hebben toen ik dit uitgroef. Dit is wel prima gelukt, toch? Dit stuk. Ja, dit is wel... Ja, maar hier, dus, dit hier mist weer net een stukje. Ja, maar dat komt door die lopende band. Komt door deze lopende band. Ja, ja. Dat zou heel goed kunnen, ja. En dan is het hier weer prima. Dit is ook nog een beetje door die lopende band. Oké, vanaf hier zou het weer goed moeten komen. Ja, oké. Het ziet er een beetje weird uit, maar wij hebben hier ook zitten graven, dus dat zal dan wel. En hier zit... Heeft hij het kolen weggehaald? Ik weet het niet. En dit is dan ook alweer goed. En hier is het weer raar. En dat komt door... Weet ik niet. Ja, ik had ook nog een andere theorie. Dat was misschien omdat... Ik heb zelf ook natuurlijk hier zitten graven ooit en weer het blok opnieuw geplaatst. Oh, en hij schiet bijvoorbeeld ook niet onze lasertransmitter weg. Omdat hij misschien dan weet welke blok je zelf geplaatst hebt. Of ik weet niet. Oh, dat zou ook is in ieder geval gek. Maar dat zou wel... We zouden het wel even kunnen experimenteren. Want dat betekent dat als ik nu dit hier zo plaats. Of dit. Misschien is dit even net wat duidelijker. Ja, dat is wel een mooi torentje. Zo. Dit is dan het experiment. Of die eigen geplaatste blokken die wel van aarde zijn ook wegschiet. En dan kunnen we ondertussen even kijken hoe het gaat met de thread. Oh, epische grapple is episch. Niet mijn hoofd stoten. Je kunt er gewoon een grapple wedstrijd doen hier. Oh, nee, net niet. Gewonnen, hè. Oh. Oh, man. Ja. Hey, wat? Goed, de thread is al wel 306 minuten. Of 307. En 24 minuten. 24 minuten? 24 minuten, oh ja. We moeten meer stoken. We moeten meer energie opeten. Hoe kan het dat we niet genoeg...
niet genoeg gestoken. Thread loopt nog steeds op, dus misschien gaat hij wel naar beneden. Of misschien wil hij gewoon niet een kortere interval dan 30 minuten. Nou, deze zou meer power moeten gaan gebruiken. Dat zou ook wel werken. Als deze meer... toch? Als we deze meer stroom laten eten... Ja, nog werken. Meer van die dingen erop zetten. Ja, ik denk dat uiteindelijk die... Misschien is hij gewoon gecapt op die 30 minuten. Dan heb je nog tijd om je voor te bereiden. Misschien, maar dat... Zou dat zo zijn? Ik kan ook iets verzinnen om 23 minuten te doen. En dan is het ook klaar. Oké, ik heb wel een suggestie. Laten we dieper gaan. Let's go deeper. We moeten sowieso een nieuw lithium hebben. Want volgens mij zit er nog helemaal geen lithium experimental pots hebben. Ja, oké. Maar we hebben er 35 nodig. Ja, maar 35 keer 8. Alle lithium ingots hierin zitten. Ik heb hier sowieso nu al... Is het 500... Oké, dat is... 80. Yep. Dus ik kan wel even dat ding een slinger geven. En ik heb ook nog 600... ik zal het even wegleggen. 600 ore in mijn inventory. Dus dat moet hierin. Oh, nice. Plink. Everything. En hierbovenin niet. Nee, maar wel hierin. Wop. En ook daarin, maar dat past niet. Oké, dus dat is dan het ding aan het doen. Deze leeg halen. Huh? En dan, even kijken, hoeveel van die experimental pots zal ik bouwen? Zou er gewoon 200 in gooien. Oké, dus dat is stack, stack. Ja. Prima. En dan leg ik die andere wel terug. Dat is deelbaar door 8, toch? Anders ja, is volgens mij wel. Ja. Ja, goed, ja. Mm-hmm. Goed zo. Zullen we dan dieper gaan? Want we kunnen nog niet die chargeable explosive maken. We moeten gewoon dieper. En ik ga gewoon hoor. Doei. 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 Epic nieuwe stijl. Doei. Hier zou wel een gat moeten zitten, ja. Yeah. Oké, okay, als we nou gewoon dino-eieren hierin zouden stoppen, dan zou een nieuwe komen spelen. Zeg het nou niet. Nou ja, ik zou het niet erg vinden. Maar het is niet echt een goed spelletje voor nieuw, geloof ik. Omdat er geen dino-eieren zijn. Oké, okay, ik ga gewoon hier... Man, dat kopen ze het echt zo ernstig in de weg, jongen. Misschien moeten we gewoon even een heel stuk opzij gaan en dan daar gewoon echt een verticale gang naar beneden graven. Ja, yeah, maar Maak ik ben het... nu... Ja, je hebt wel gelijk. Oh, je bent zo verstandig. Oké, okay, we gaan dat wel eventjes doen, want dit is niet echt het boeiendste werk. En dan zie ik zo meteen wel. Right, we hebben vanaf weer van nagedacht, maar er ligt natuurlijk al een tunnel naar lithium. En vanaf daar kunnen we wel verder naar beneden. Laten kijken wat ze vindt. Zit, waarom uit? Ik dacht dat jij de tunnel hier had uitgegraven. Ja, maar als we dieper gaan, dan wordt het veel te koud. Oké, ik doe even ping. Unknown. Oh ja, daar zit heel veel unknown. Als je namelijk nu ook kijkt, nu zit het, ik kan het niet helemaal goed lezen, het wijzertje zit ervoor, maar we zitten nu op min 50 graden of zo, denk ik. Yep. Rechtsbovenin, als we nu nog één dieper gaan. Battery use is 2.6. Huh? Oh, ik heb deze unknown niet of zo. Dit is unknown. Oh, misschien is het de resource, het is gewoon de steen. Als je op moet, je moet oppassen, want soms wordt het heel koud en dan bevries je heel snel. Oh ja, check mijn engine naar beneden lopen en linksboven. Heel hard. Ja, het gaat echt heel hard, ja. Dat betekent dus dat we echt eerst die suit upgrades moeten hebben voordat we hier verder kunnen. Maar is dit niet unknown wat we hebben dan? Ja, ik heb één unknown material, maar ik weet niet welke dat is. Dan ben je gewoon heel snel naar beneden gerushed en dan even iets... Nou, ik was naar beneden gegraven, heel veel vanaf boven. En toen was ik naar beneden gesprongen en toen dacht ik, oh shit, het is hier koud. Toen ben ik weer heel snel omhoog gegaan. Misschien heb ik toen iets gepakt. Ik ga ook wel daarvan pakken, want ik ben ook... Nieuwsgierig. Auw, oké. Okay. Ben ik gevallen. Oh, wow. Ik ga ons wel even kijken wat ik gevonden heb. Ja, het is niet zo'n hele goede. Oh ja, 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 ja. Ja. Oké, volgens mij ben ik er nu uit. En nu ben ik weer omhoog aan het gaan. Oké. Heb ik het al gehaald? Nee. Oké, hier is het weer normaal. Ik ben buiten. Woe. Nice. Heb ik ook in known? Ja, ik heb het ook in known. Yes. Is dat ook een blauw... Of, oh nee, ik zal direct even wat ik gevonden had op de... Ga dat nu researchen? ...bank leggen. Shield Cavern Stone. Oh, ja, ik heb het inderdaad. Hebben we 25 punten van gekregen. 25? Is het niet gewoon. Ja, dat is best wel veel voor gewoon steentje. En ik ben boven. Even het stroom pakken. Oh, nice. Cold research. Kunnen we nu cold research? Laboratory. Ja, oh, dus, en die kost
10 Simplified Experimental en 5 Basic. Dus die moeten we doen en dan kunnen we een suit warmer maken waarschijnlijk. Kunnen en dan kunnen we dieper. Pauze zetten? Kan dat? Helaas niet. En deze moet nog 31 van die complex experimenten. 30, man. Dat is echt heel veel. Man, die kan ik wel gewoon even... Anders dan ga ik wel even tussen afleveringen door een beetje AFK'en en die research forceren. Dan hebben we die de volgende keer wel. Ik regel dat, jongen. Komt regel helemaal goed. Regel dat? Oké, sure. Ik regel dat gewoon. Sick. Ja, dit 9 minuten. Ja, precies. Ik wilde net zeggen 10 minuten, maar 9 minuten. Inderdaad. Ik zal even dit weer voeren, alsjeblieft. Ja, we moeten gewoon... Ja, wat misschien nog wel een idee is dan om toch even... Omdat we nu dan toch nog even 9 minuten nog moeten vermaken. Misschien gewoon nog wat extra power in die research station jagen. Oké, prima. Laten we dat doen. Maar dan... laten we dat... Wij gaan dat ondertussen doen en dan beginnen we zo meteen als de attack komt. Oh jee, red alert. Precies op het goede moment begonnen met opnemen. Wauw, we hebben dit net af. We hebben nu 9 aan elke kant. 2 keer 9, de 18. Die hier staan nog niet aan. Dus we hebben nu 18 parathermics. En de aanval zou moeten beginnen. Over heel snel. Attack imminent waarschijnlijk. Wat ja, maar ze moeten zijn nog van ver. Oh ja, hij is helemaal vliegen, aan, dus. aan het zwaailichten. Ze moeten van ver komen vliegen, ja precies. Wat zegt hij? We houden het in de gaten. Attack? True. Oké, dat aanval is waar. Het is geen leugen. Het scheelt. Nou, als jij het een beetje in de gaten houdt, zal ik je later nog even aansluiten. Wel eens ons zeker wel hebben. Wil je Spider Bro Defense bouwen? Te laat. Misschien. Nou, misschien. Kan het nog wel. Ik weet het niet. Oké, van welke kant zijn ze aanvallen? Ik hoop dat het torentjes gaan rennen. Het is wel mistig. Slechte dag om de basis te moeten verdedigen. Hé, die slijm is van metaal. In plaats van wit. Supercharged shot. Wat heb ik gekregen? Ruined Phosphorant Gland. Oké, dat is niks. Ja, wanneer komt die aanval dan? Staat het er niet bij? Ja, volgens mij duurt het. Ze zijn nu onderweg aan het vliegen, maar ze vliegen niet zo snel. Luie aliens. We zijn die planeet aan het kapotmaken. Kom ons halen dan. Ja, schiet even op, man. Ah, geland. Niet de hele dacht het. Inderdaad. Denk je dat ik het soms voor ballon doe? Kom op, val aan. Lafaard. Ja, dit, Oké. Ik had hier iets anders van verwacht, maar dat geeft niet. Moeten er nog extra parathermics in die laatste zijde. Ja, precies, maar ik had niet genoeg koper om dat te maken. Tenminste, ik heb nog 90 koper in mijn... Ik heb nog 212 koper, dus ik denk dat ik me wel eventjes eraan ga. Koper, oké. Wil je wat koper kopen? Nee, bijna. Warm. Bijna. Het klonk beter in je hoofd. Ja. Waarschijnlijk. In mijn hoofd klinkt al vaak... Oh, ik heb geen iron meer. Ja. Wat ga je daar nou weer aan doen? We hebben daar ook gewoon geen ingots meer. Je ligt gewoon in de kist, jongen. Ja, daar had ik nog niet gekeken. Er ligt geen koper in de kist dan. Zag het eerder... Nee. Ik heb namelijk net het laatste opgepakt. 6 hadden we er nodig, hè? Ja. Yep. Ja, lekker man. Nou, als die aliens nu niet sneller gaan vliegen, dan weet ik het ook niet meer. Dan inderdaad. Hoeveel hadden we er nou net op zetten van deze dingen? Ik geloof 3 per kant. 4 dus per 9. Kant. Of 3 per kant. Ja, hebben 3 we per dus, kant. Hebben we... 3 per kant. En nu hebben we er 9 per kant. We hebben gewoon 3 keer zoveel over het hele ding. Brutal. Maar nu kunnen we echt lekker researchen, jongen. Hap. Nu zullen we zo meteen misschien dat andere ding het wel niet bij gaan houden. Maar waarschijnlijk wel, inderdaad. Want de vorige keer... Oh nee, wacht. 27 euro's, ja, dat schiet. Dat valt nog best wel mee. Oh ja, die no-look grapple, jongen. Oh. Okay, zo, daar komt en ook een komen beestje de aliens aan. Al. Daar komt een beestje aan. Daar komt grint een beestje aan. Ze komen toch allemaal te vliegen, komen ze toch altijd? Ja, maar die slimes die schieten ook op mij, kennelijk. Oh, dat is irritant. Maak ze kapot! Bam! Oh. Ik had gehoopt dat ik hem vliegend af kon schieten, maar dat kan niet. Alleen als je pro bent, kun je dat. Hey, doe iets onaardig. Ik doe nooit onaardig tegen jou. Dus dat helemaal nooit. Waarom zou ik? Ik probeer je uit te dagen en dan zeg jij, oh, ik zal je wel even laten zien dat ik het al. En dan lukt het en dan is het een super episch trucje. Ik probeer jou gewoon jouw beter limits te laten pushen. Spelen, ja. Maar ik ben zo iemand die je moet aaien en niet schoppen, weet je wel. Ah, kijk. Dus
zo leer je nog eens wat over mij. Ik zal proberen af en toe aardiger te zijn. Spannende avond is dit, man. Echt, ik had net nog geleerd in Hurtworld dat onaardig zijn zo leuk was. Dus ja, nu krijg je een beetje gemixte informatie. Niet, niet tegen mij. Oh, oké. Ik zal dat op de whitelist voor zetten. Voor mij moet je even inderdaad. Whitelist mij. Business. Come on. Nou, vliegende insecten. We proberen er een beetje spannende afleveringen van te maken. Ik denk dat ze ook de vorige aflevering hebben gekeken en dat ze weten wat voor diepgang ze hebben. Ik denk dat ze daarom hebben zoiets van, ja, laat maar. Ik pak mijn laser nog vast. Heb je die? One shot. Oh ja. Ja, nu komt de aanval. Daar is eentje. Waar gaat hij nou op schieten? Oeh, hij is kapot. Eentje minder. Oké, ik hoop dat ik het vanaf hier goed kan zien. Want het zouden... Kijk, daar is een slijm, maar dat doet niks eigenlijk. Ik ga gewoon even de berg op. Weet je wat ik doe? Ik bouw hier eventjes een ring. Zo. Oh, dit kan ik veel beter gewoon build to me doen. Hoppakee. Dan zou ik hier... Je stelt die eerste aanval ook al niks voor, omdat ze dan alles nog nieuw is. Omdat we op noob mode spelen. Killed two attackers. Two attackers. Nou, er zijn toch twee dood. Maar waar zijn... Oh, daar. Ze komen vanaf... De kant waar het laboratorium staat, lijkt wel. Ja, dat idee had ik ook, maar ik sta hier nu en ik zie niemand. Dat is ook de mist heb hier. Ik ga nog hoger op de berg. Komt hier ook nooit iemand? Ja, schiet inderdaad niet op. Oh, is daar? Er loopt al een wilde man hier rond, joh. Oh, hier is een wesp. Hey, als ik... Bam! Ja, geshopt, jongen. Oh, weet je wat wel zin heeft? Kijk, als we nu toch... 5 attackers. Er zijn toch al 5 van die insecten dood. Maar dat is leuk. Ja, wel, ik zag er net eentje afgeschoten worden, maar... Oh ja, ik heb een Ruined Stinger gevonden. Haha. Dat is goed. We zouden wel even kunnen kijken of we van die units kunnen onderzoeken die spullen voor ons oppakken. Dat zou wel gruwelijk zijn. Ja, dan hoeven we niet te bewaren. Ik weet alleen niet hoe die heten, weet je dat? Misschien moeten we die... Collector. Nee, ik denk dat we die nog niet kunnen. En daarbij is het ook zo, je kunt dat Ruined spul kun je niet in een... Hier, Falkor, yes. Ja, Falkors. Maar die kunnen niet... Falkor Beacon, Falkor Mark 1, Logistics Falkor. Maar dan moeten we al die dingen doen. Je kunt die dingen niet bewaren in hoe heet het? Ja, volgens mij hebben we daar niet genoeg research Torch Hoppers, want dan gaan ze... Dan gaan ze... En dan heb je alleen... Wat gaat spoilen. Spoiled. Spoilen die stingers. Verrotten. Ja, alles wat, al die organische delen, die verrotten als je ze niet opslaat in hoppers. Je kunt ze alleen opslaan in gekoelde hoppers of in kisten. En in je inventory gaat het dan goed? In je inventory gaat het ook goed. Oké. Maar ik denk dat die Falcon dingen, dat die het allemaal in hoppers stoppen. Dus dan hebben we een probleem. En dan moet je dus... gelijk naar misschien... Oh, hier komt nog een wesp. Ja. Wordt beschoten. Klang. Nou, die wespen zijn wat minder gevaarlijk dan we dachten. Deze zijn inderdaad vrij tam. Maar waarschijnlijk wordt het, omdat het toch een tower defense game is. Op een bepaalde. Ja, eerste wave. Op een eerste wave zal wel een beetje zijn van. Voor het geval dat je het niet wist, je kan aangevallen worden. Er zijn aliens. Het schiet. Hoeveel energie zou dit ding nou vreten? Dat ding dat produceert 10 per seconde, toch? Zo'n 10 per seconde. Hebben we nu volledig generator aanstaan? Hebben we er 27 aanstaan? Ja, dat is 2700. Dus nee, wacht. 270. Valt wel mee. Oh, maar zit wel vol. Met energie. Dus betekent dat hij niet... Dat betekent dat we geen dingen hebben. Yes. Wat moet er nog in? Lithium. Heel wel, kijk. Nou, hij is nog wel bezig. Waarschijnlijk heeft dit ding nu gewoon meer power nodig. We kunnen er nog zo'n apparaat op zetten. Nee, we kunnen gewoon eventjes... We kunnen het een beetje aftappen. Ik zal een beetje laten zien, een beetje cheaten. 1, 2, 3, 4, zo, een paar van die. We gaan het zo doen. Oh, wacht. Nee. Ja, maar dit ding is nogal lithium aan het maken. Ja, maar als we het zo doen. Oh nee, wacht. Dat is niet eens wat ik wilde. Dan zou ik deze parathermics uit kunnen zetten en dan vervangen voor... hier, gewoon zo. Klaar. Volgens mij is het veel beter. Kijk nou, hij eet alles hiervan op. Yes, dat is een goeie. Zou ik het aan de andere kant ook maar even doen? Hoppakee. The Ring of Energy. I've got the power. Volgens mij moeten we gewoon als we dan een hele vloer maken, dan hebben we een soort disco-vloer waarop we alles kunnen aansluiten. Alles aan elkaar koppelen, jongen. Ik bouw alle storage blokken. Hier komt hij. Hier op de hoekjes ook nog. Daar en daar. Zit alles aan elkaar vast. Kijk eens aan. Trekt hij hem helemaal leeg. Blijven die dingen tenminste ook goed knallen.
wel de hoeveelheid, hoe snel die energie kan verplaatsen, zal ook wel gelimiteerd zijn, maar dat gaat in ieder geval... We gaan het gewoon meemaken. Oh ja, kill. Bam. Spullen vallen uit de lucht. Nou, wel relaxed om zo'n goede defense te hebben. Crafting. Dat je gewoon geen kin meer aan hebt. Gewoon niks te doen. Hartstikke relaxed. Ja, dan zit je zo lekker te spelen en op een gegeven moment komen er wel veel insecten. Maar ja, dan moeten we maar op de achtergrond wat extra torentjes houden. Spullen uit de lucht gevallen. Oh nee, jij pakt het op. Zoals altijd. Wel allemaal wespenspullen. Alles is ruined. Kunnen jullie niet spullen laten vallen die we kunnen gebruiken? Alsjeblieft. Nou ja, kijk. Zie je, nu is de stroom op. En nu gaat hij waarschijnlijk ook de buffer van het laboratorium zo meteen leeg raken. Oh, ja, nee. Dan moet hij eerst zo'n unit weer krijgen. Maar zit hij daar echt op te wachten? Hij eet het wel gewoon. Hij krijgt het gewoon niet snel genoeg aangeleverd volgens mij. Want hij is het wel aan het opeten. Oh, 10 seconden is die klaar. Progression, je hebt 14.000 ingots gemeld. Sowieso. Dit is wel een hoop stroom. Maar het ziet er wel goed uit. Bam, alles stroom. Oh, we hebben de aanval overleefd. De volgende is over 9 minuten. Dat was wel spannend, man. Het waren ook maar 15 wespen. Nou, die had ik zelfs met de hand nog wel aangekend. Ja, dat denk ik ook wel. We hebben wel allemaal stukjes ruined heavy chitin. Ruined light chitin. Oh, pieuw, nog één. Kom hier dan, wesp. Blam. Je zei toch dat het voorbij was? Oh ja, maar ze kwamen ook pas heel laat aan. Dus nu het is voorbij hoor. Het duurt alleen nog een half uur. Want dat is doei. Fijn aan het vliegje. Ja, precies. Ja, ik wil heel graag die cold research, maar dat... Oh, wacht, staat hij er nou tussen? Tussen deze? In het laboratorium? Of kunnen we hem gewoon aanklikken ergens anders? Ik denk dat hij na je erbij komt, maar hij moet eerst deze klaar zijn. Oké, okay, nou laten we daar. Want hij staat, als je hier kijkt, bij de research station, dan zie je bij projects staat hij. Oh, daar kunnen we ook nog zien welke projects we kunnen doen, überhaupt. Maar behalve dat we dan die spiderbot in de blackbox, die hoeft niet in het laboratorium. Cold research hebben we een laboratorium voor nodig. En die is vet makkelijk, want die is maar 5 basic. Dus die hebben we... Oh, en 10 simplified. Oké, dus die rammen. Ja, maar die zitten er misschien wel even in. Oh. Maar dan wachten we gewoon even totdat dit af is. Maar ik denk wel dat dat het gaat doen voor deze aflevering. En ik wil... Man, ik had bedacht... Oké, we gaan 2 dingen doen. We gaan een aanval afslaan en we gaan dieper. Maar we zijn helemaal niet veel dieper gekomen. Wel wat, maar... Ja, maar vooral omdat we niet dieper kunnen. Omdat we dan eerst moeten meer verwarmingselementen nodig hebben. Klopt. Maar dat doen we dan zo... Oh, 22. Knal. Nou, dat gaat best prima. Ik denk dat... Hey, ik heb iets gevonden. Rune Faceted Eye. Volgens mij kun je daar een laser... Maar als je ruined is niet... Nee? Ah, kapot. Anyway, wat gaan we dan doen voor deze aflevering? Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Daar komen al die wespen. Als je het een leuke aflevering vond... Hey, er viel iets op jouw hoofd. Je hebt iets gekregen. Laat dan alsjeblieft een like achter. Yes, en ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!